SVVV, de cool, de club, de kleuren. Welkom bij VVV TV. Volgende week op 6 oktober speelt de VVV in de uitwedstrijd tegen Rode JC haar 2000ste competitiewedstrijd onder de vlag van de KNVB. Het meest van alle clubs in Nederland. En daarom praten we deze week met Ton van der Hurik. Want hij was er namelijk bij toen VVV haar eerste competitiewedstrijd speelde in 1954 in Amsterdam tegen Ajax. Ook hebben we uiteraard de voorbeschouwing op de wedstrijd van komende zondag tegen PSV. Maar we gaan eerst even kijken naar die twee wedstrijden die VVV afgelopen week speelde. Zaterdag eerst in de competitie tegen RKC en afgelopen dinsdag de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dit is wel een bal waarbij RKC blijft staan en VVV een voorsprong moet nemen. En dat gebeurt. Dat gebeurt. Wat een opvallend moment in de zesde minuut notabene. Duits. Dat is wel een goede bal. Braber, is die eerder bij de bal dan de doelman? Dat is die. Maar hij krijgt geel voor een schwalbe. Ik moet zeggen dat ik wel even iets had toen het gebeurde van nou, wat gaat hij doen? Gaat hij straks opgeven of nou ja, gaf een kaart voor een schwalbe? Ik heb een heel lichte contact gehad. Dus, en hij valt al zonder contact, voor de contact. Dus ik denk dat was juist op beslissing van de scheidsrechter. En het is bijna 2-0 voor VVV wel te verstaan. En het is weer safe. Achterlangs de trap. Het is de goal. Nee, het is de goal niet. Chevalier mist een open kans. Stans. Ja, het moet in één keer. Chevalier, nu is hij er wel. Eerder bij de bal dan Mempa. En dat levert voor Chevalier een treffer op. Duits. Chevalier. Dit keer vergeet hij de bal, maar dat wil nog niet zeggen dat hij hem kwijt is. Duits. Van Peppen. Met een oh. Duits en Mainpa. Die fase, ja, als je ploeg dan even moeilijk zit, dan sleept hij ons er doorheen. En keeper, dat is onze laatste reddingsmiddel en complimenten zeker voor hem en voor het team, denk ik. Ja, het moet voetballend wel beter. De strijd kan je wel zien dat het er is. Alleen dan moet het voetballend nog wat beter en dan zijn we op de goede weg, denk ik. Laat de bal ook passeren, maar dan een misverstand. En dan is het eenvoudig om te scoren voor Linssen. Otsu haalt uit. Alsnog Houtkoop en een schot. Weliswaar ruim 5 meter naast het doel eindigt. Weer zo'n bijna misverstand en... Weer wordt het afgestraft en zo is het 2-0 voor VVV. De keeper was bij 2 keer met de verdediging miscommunicatie. 2 keer roept hij dat hij de bal wil hebben. Verdediger wil hem wegschieten, dan weer niet. Ja, een twijfelgeval en als je dan voor je voeten komt, dan moet je hem maken. En je moet zorgen dat je altijd onderweg bent op zo'n moment en dat je op de goede plaats staat. Dan moet je een beetje aanvoelen. Ik stond gelukkig 2 keer op de goede plek. We kwamen goed 2 keer op voorsprong. Door goed druk te zetten, dat hadden we ook afgesproken. Dat ze bleven voetballen, dat ze daar een fout, dat wij de fouten moesten afdwingen, dat deden we. Maar we voetballen zelf te weinig. En Kolder! Langs iedereen. En geen buitenspel voor Linssen. Wordt dit de derde voor Linssen? Dit wordt niet de derde voor Linssen. En komt er dan een voorzet? Ja, die komt er. En dan Antonia op de paal. Het wordt Van der Linden. En zo maakt hij wel het een en ander goed. Suk. En nog een suk. Het is 2-2. Het is gelijk. En het is een wonder boven wonder. Met 2-0 voorstaan, dan mag er ook geen 2-2 meer vallen. Dan moet je gewoon op die 2-0 spelen. Als die 2-1 valt, moet je gewoon op die 2-1 spelen. Dat gewoon resultaat telt. En, ja, dat hebben we niet goed gedaan. 0-4, nog altijd een beetje laconiek in zijn acties. Maar daarom is deze niet minder goed. En is dit wel niet. Ook Meeuwis
krijgt de bal niet in het doel. We kwamen er wel doorheen, maar we gaven niet de doodsteek. En dan kom je 10 minuten van tijd 2-1, 2-2 en dan krijg je nog heel veel ruimtes. Ja, en dan zijn wij zo slordig en zo makkelijk en zo gemakzuchtig dat we denken van ja, nou ja, deze kans die komt de volgende keer misschien wel. En die tegenstander blijft daardoor in de wedstrijd. Zij zetten alles op alles en eigenlijk moet je dan op de counter moet je met Jan, hè, die vooral heel snel is. Oetje die heel snel is, die wat iedere keer zijn man weer eruit sprint. Moet je gewoon die 4-2 maken en dan, ja, dan is er niks van de hand. Dan vind ik dat we daar ja, onvolwassen, naïef, onprofessioneel, noem het maar ja, op dit niveau. Ik zeg, het zijn leermomenten elke week, maar dit zijn hele dure leermomenten. Daar is Joppe, de rechterverdediger. En nog voor, VVV staat weer op voorsprong. Kolder! Daar was hij dan. Joppe komt ver, nog voor verlengd. En de uithaal van Haren. Van de lat terug, maar duidelijk niet. Zelfs op, laat staan over de lijn. Antonia, en daar is de beslissende goal. En de beslissende man kan niet iemand anders zijn dan Joey Suk. No voor, keeper is eruit. Wat kan No voor? Wat kan No voor? Hij kan het! Dat is toch een sterk staaltje van deze jonge Nigeriaan. Dan hebben we nog geluk op de laatste minuut. Dat we nog die 4-4 maken. Nou, balen. Penalties is gewoon echt een loterij. Van Haren, of wat kan Marsman? Heerken scoort. Gestopt en dus kan Go Ahead Eagles vieren. Dit is gewoon heel slecht voor VVV, voor de spelers, voor iedereen. Dit is gewoon voor een Eredivisie ploeg zoals wij zijn, wat we graag willen zijn. Ja, vind ik dit erg slecht. Ja, dit is natuurlijk voor VVV die al jarenlang de volgende ronde niet heeft gehaald. En nou had je hem bijna in je zak. En dan geef je het nog zo weg. Dus hier ben ik erg kwaad over. En dus ligt de VVV opnieuw vroeg uit de beker. Maar dat mag misschien ook geen verrassing zijn. Want de VVV en de beker is op zijn zachts gezegd geen gelukkige combinatie. De laatste 10 edities lag VVV er al 6 keer uit na 1 wedstrijd. 3 keer na 2 wedstrijden en 1 keer na 3 wedstrijden. De laatste aansprekende bekerresultaten stammen dan ook alweer uit de jaren 80 en 90. In het seizoen 1991-92 en 95-96 werd de kwartfinale bereikt. In 1987 en 88 zelfs nog de halve finale. Volgend jaar een nieuwe ronde, nieuwe kansen voor VVV. VVV PSV staat zondag onder leiding van scheidsrechter Erik Braamhaar. De laatste keer dat Braamhaar een wedstrijd van VVV floot was tijdens FC Groningen VVV op 20 november 2011. De scheidsrechter maakte toen een cruciale fout door deze tackle van Andrea Meij te bestraffen met een rode kaart en een penalty. Dus goed kijken, hier de bal toch speelt. Ja, Meij is eerder bij de bal dan Tadic. Het is een onterechte beslissing, maar wel een hele dure. Voor de wedstrijd tegen PSV zijn nog altijd kaarten beschikbaar. De kassa's bij het stadion zijn zondag vanaf 3 uur geopend. Maar kaarten kunnen ook online worden besteld via Ticketbox en de online ticketshop. Voor meer informatie kijk op www.venlo.nl. De wedstrijd tegen Rode JC op 6 oktober is voor VVV de 2000ste competitiewedstrijd uit de historie. Het meest van alle clubs in Nederland. Het begon voor VVV allemaal in 1954. Met de allereerste competitiewedstrijd in het betaalde voetbal onder de vlag van de KNVB. In Amsterdam tegen Ajax. Ton van der Hurk was er destijds bij als speler van VVV. Ajax was toch een topploeg, hè? Toen in de tijd ook al. En als je daar de eerste wedstrijd wint, dan geeft toch wel een ruggensteuntje. Hoe kan het eigenlijk dat jullie de wedstrijd gewonnen hebben? Hoe dat kwam. Ja, waren jullie gewoon beter? Wij waren beter. Dit is in de meer. Ja, dat is er meer een andere foto. Er zijn meer foto's van natuurlijk. De eerste betaald voetbalwedstrijd tussen Ajax en VVV kwam niet zonder slag of stoot tot stand.
De jaren 53 en 54 waren roerige tijden voor het Nederlandse voetbal. De KNVB verbood in eerste instantie namelijk betaald voetbal. En daarop werd de Wilde Bond opgericht, de Nederlandse Beroepsvoetbalbond, die met een eigen competitie startte. Daaraan deed ook sportclub Venlo mee, de club die van de Hurk van Eindhoven naar Venlo haalde. Een overstap met gevolgen. Ik heb toen een brief gekregen van de KNVB dat ik geschorst was. Dat ik geschorst was als ik over zou stappen naar de profbond. Dat heeft u er niet van weerhouden? Dat niet van weerhouden. Ik zeg net al, je kon dus geld verdienen. En dat sprak me best aan natuurlijk. Hans Leven, Gijs Nas, waren allemaal nog jonger hoor. Het is eigenlijk gekomen met het jeugdelftal, het Nederlands jeugdelftal heb ik gespeeld. En Jan Klaassen stond er ook in. En Jan Klaassen, die had VVV getipt, die had dat bestuur, dat ze mij moesten bezoeken en of ik ook naar de profbond zou komen. Ja. Zo is dat gegaan. Hoe werd er eigenlijk naar dat elftal gekeken, het eerste profelftal? Was iedereen er blij mee? Wie, de spelers of zo? Nee, de supporters, de mensen om het voetbal heen. Ik dacht wel, ja, want op de Berg hebben we gespeeld. Hè. Dat was dan de profclub. En dan was het ook uitverkocht in het begin. En dat is dan de 54. Dus dat sprak de mensen best aan. Die waren nieuwsgierig van eens kijken wat ze brengen. Dat is Herman Thewe, Jan Klaassen. Dat was de grensrechter, want die hadden toen, hè. Thij Kimmel. Ben ik dan zelf, Jan Schatterje. In 1954 besloten de KNVB en NBVB te fuseren en werd een nieuwe profcompetitie gestart. Ook sportclub Venlo en VVV fuseerden, waardoor Van der Hurk speler werd van de VVV. Zo werd hij onderdeel van het elftal dat op 28 november 1954 de eerste competitiewedstrijd speelde voor VVV. Ik dacht dat het er meer was toen de tijd. Was het druk? Ja, het was uitverkocht. Het was de eerste wedstrijd, die wouden ze allemaal wel zien natuurlijk. Het begon al met een Pinanti, dus die moest ik al nemen. Daar begon het mee, dus ik kwam voor. En ik meen dat, ja, het is bijna 60 jaar geleden, hè? Dus... ik meen dat Koopal toen ook een doelpunt gemaakt had en Jan Schatterje. Dat kan. Ja, dat heeft ons wel goed gedaan. Daar hebben we wel een rugsteun van gehad. Dat was de eerste wedstrijd van VVV. Volgende week dus tegen Rode JC de 2000ste. En dan is het op zich ook wel logisch dat zondag tegen PSV de Duitse thuiswedstrijd wordt gespeeld. De Eindhovenaren wonnen dit seizoen pas één van de drie uitwedstrijden in de competitie. En staan hierdoor vierde met 6 punten achterstand op lijstaanvoerder FC Twente dat tot nu toe alles won. De wedstrijd in Venlo werd al 19 keer eerder gespeeld. Daarvoor won VVV er maar 2 en 12 keer nam PSV de punten mee naar huis. Bij de ontmoeting in de Kool wordt er vaak gescoord, gemiddeld 3 per wedstrijd. Vorig jaar waren het er maar liefst 6. 3 aan elke kant. Het was een waar spektakel hier in de Kool met de mooiste goal van het seizoen. Mertens. En dan staat Andrea Meij hem al op te wachten. Toivonen kan uit de draai natuurlijk goed schieten. En Gentenaar staat aan de grond genageld. Toivonen scoort. Pieters meldt zich. Mertens kijkt eens achterom. Kan dit natuurlijk helemaal alleen. Gentenaar. Laat los en dan gaat hij erin, maar is de vlag omhoog voor buitenspel. Lens. Niemand nog daar, maar het uitverdedigen van de recht weer moeizaam. En dan is het 2-0 via Dries Mertens. Omdat Toivonen heel verstandig is en van die bal afblijft. Maguire trapt hem. Titon blijft staan en daar is de goal van de recht. Ja, dat is een goede kopper. En als je die dan zijn gang laat gaan, is het ineens weer een wedstrijd. Goal voor. Aardig geschoten zeg. Ja, dat is een prachtig doelpunt van deze nieuwe Nigeriaan bij VVV. Wat heeft hij in de rust gezegd? Wat zat er in de thee? Volgende gevaarlijke kans. Wat een goal zeg. Yoshida 3-2 zeg. Strootman trapt de corner. Toivonen verlengt bij de eerste paal. En daar is de gelijkmaker van Wilfred Bouma. Zondag de wedstrijd VVV tegen PSV om 16:30 hier in de Kool. Volg je VVV ondertussen via de website, Facebook en Twitter om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.